Een vraag die ik dikwijls krijg is: Jerko, hoe moet ik omgaan met moeilijke mensen? Ik vind dat altijd een heel bijzondere vraag, omdat ik eigenlijk niet geloof dat er moeilijke mensen bestaan. Voor mij bestaan er geen moeilijke mensen, maar wel een heel deel mensen met moeilijk gedrag. En dat is voor mij de sleutel hoe om te gaan met moeilijke mensen. Als ik zeg dat iemand moeilijk is, dan ga ik het gedrag dat die persoon op dat moment vertoont linken aan zijn of haar persoonlijkheid, aan zijn karakter. Dan ga ik zeggen, die is zo. Bijvoorbeeld, een collega tijdens vergaderingen onderbreekt altijd op een zeer agressieve manier. Heel snel kunnen we vervallen met te zeggen, dat is een agressieve collega. Nee, die persoon heeft een agressief gedrag in die context, tijdens vergaderingen waarin die jou onderbreekt. Maar in een andere context is dat misschien de grootste schat. En dus het is heel belangrijk dat we die twee zaken gaan scheiden. Dat we, als we feedback gaan geven, dat we praten over wat we zien. Dat we het gedrag gaan omschrijven. En dan vertellen wat het bij ons doet en suggereren welke oplossing, welk ander gedrag we zouden willen zien gebeuren, om dan tot een overeenkomst te komen. En als je dat zo gaat aanpakken, gaan mensen zich veel minder persoonlijk aangevallen voelen. Want ik denk dat we toch wel de ervaring hebben dat heel veel mensen, als we een feedback geven, zich persoonlijk aangesproken voelen. En dat komt meestal omdat we het gedrag gelinkt hebben aan de persoon. Nee, iemand is niet agressief, maar vertoont absoluut wel een agressief gedrag. En daar kunnen we rond werken. Thank you.